Dames en heren, wij volgen in Vanish de avonturen van Starduk. En Starduk weten we niet wat hij gaat doen. Hij ziet ons niet, wij zijn in Vanish. Maar hij doet echt heel schattig. En we willen kijken hoe die freerunt in ons park. Ze springen op de prullenbakken. Dit is al asociaal gedrag. En Kapanura die gaat met hem mee. Een beertje in een stitchpak is al raar. Hij slaat op een boom en wil er kapot slaan. Hij probeert de kokosnoten uit te slaan, maar het lukt niet. Want het is een oakwood boom. En hij probeert het nog een keer. Nee, hij kan ook niet grieven. Jammer, hij heeft geen game mode. Hij loopt door en dan gaat op een bankje. Nee, toch maar niet. Volgende prullenbak. Zit er wat in? Afval? Nee, hij kan niks eten. Hij springt erop en gaat verder. Hij denkt, zal ik op de bank gaan zitten? Nee, doet niet. Hij loopt langs de Robin Hood. Hij gaat bij het hek staan. Probeert hij er overheen te kruipen? Nee, hij wil Aquanura een zetje geven om naar boven te komen. Maar het lukt hem niet. En want hij is te zwak. En Aquanura probeert te springen, maar het lukt hem niet. Ze gaan tijdelijk verder. Starduk gaat in achtervolging. Hij klimt op nog een prullenbak. Hij wil hem weer vernielen. Maar nee, Aquanura zegt, niet doen, niet doen. En hij loopt verder. Starduk gaat verder in positie. En volgt het pad langs de bomen. En wat denkt hij? Jezus, wat smal hier. Hij neemt een nog smaller paadje. En dan gaat richting het pad. En nu weten we waarschijnlijk hoe die vrieren. Want hij gaat door het pad heen, langs de Robin Hood, op nog een prullenbak. Hij gaat erin zitten met zijn dikke billen. Wat zegt Aquanura, ik wil er ook bij, maar het lukt hem niet, want Starduk zit vol. En hij ziet mij, of niet? Hij kijkt om zich heen. Hij kijkt naar boven, hij weet dat hij achtervol wordt. Want hij heeft een heks aan. Keir de heks. Hij Gafler pookt. Hij is een heks. En Gafler en Drol staan elkaar in een meeting. Ik zie wel de bubbels. Ja, echt hè. Nou, Gafler die zit te slaan. En Gafler denkt, ik neem de leiding. Dus hij gaat vast naar voren lopen. En ze hopen dat Gafler Starduk achteraan gaat. Starduk wilt het misschien niet. Misschien moet hij wachten op Lolterol. Nee, hij neemt zelf de leiding. Hij gaat naar voren. Hij probeert te freerunnen, want we weten waarschijnlijk waar die freerunt. En dat proberen we op te lossen. Hij gaat achter de Robin Hood. Hij gaat naar beneden in het geheime keldertje. Waar de DC cashier een aantal hele zielige pulvruchten zit te verkopen. Maar ze gaat door. Oké, geen pulvruchten voor hem. Hij blijft erbij staan met zijn reet tegen een grindpad. Heeft hij jeuk aan zijn anus? Of probeert hij wat anders te bereiken? Ze gaan door. Gebukt kijkt hij naar Gapfloor. Zal hij verliefd zijn? We weten het niet. Hij zit nog steeds gebukt. Heeft hij een hernia? Niemand weet het. Hij kijkt naar een spindrag. Hij zat erin vast. Hij probeert er onderuit te komen. Maar dat duurt heel lang. Want ja, spinweb vertraagt. Hij denkt, ik ga je weg. Ik loop naar boven. En aangekomen boven ruikt hij de frisse bladeren. En springt hij, wilt hij weer om een prullenbak springen. Maar hij kan niet, want er zit een liefst boven. Wat jammer nou. Hij gaat er als een indiaan omheen dansen en denkt, dit heeft genut. Er komt geen rook uit de tipi-tent van de prullenbak. Hij gaat naar de volgende prullenbak, hij gaat er weer in zitten. Hij denkt, dan kun ik eigenlijk mijn pulvruchten dumpen. Hij gaat door. Aangekomen. Is dat weer een hele mooie intro. Gaat hij freerunnen? Hij freerunt naar het nieuwe gebied. Het nieuwe piratengebied. Hij zet het op het lopen. Hij weet dat hij illegaal bezig is. Maar niemand ziet het. En hij loopt naar de captain. Captain America. Captain Hook. En wat gaat hij doen? Hij zegt hem gedag of hij geeft hem een kusje op zijn wang. Hij weet niet wat hij wil doen. Aquanura staat erbij en denkt, waar ben je nou mee bezig? We zijn verkeerd bezig. Stefan heeft een winterpeen in zijn hand. Ja, hand. Dan kijk ik even weg hoor. Dames en heren, dit waren de wilde avonturen van Starduk. Wilt u meer van zulke avonturen? Abonneer, peer meer. We moeten nog een hele mooie intro maken. We moeten niet vergeten. Oh, oké, okay, daar komt hij. Dit is het intro van Starduk. Goed? De avonturen van Starduk. Zoiets zag ik. Oké. En Starduk ziet mij. En wat gaat hij doen? Hij pookt me. Shit! Dit had ik verwacht. En douw die pulvruchten maar in die snavel. Huppakee. Dank voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Peer meer, abonneer. Doei. Dan weg. Pulvrucht. Thank you.